U luistert naar de prijsinformatie van Shell. Met ingang van maandag 22 januari aanstaande zullen de prijzen voor dieseline, gasolie, huismotorolie en petroleum in beide zones met 3 cent per liter, inclusief btw, worden verlaagd. De prijzen zijn per 22 januari aanstaande. Superplus. Dit bandje van Shell bepaalt de olie- en benzineprijzen in Nederland. De andere maatschappijen bellen dit nummer en passen hun prijzen aan als Shell een verandering aankondigt. Volgens het ministerie van Economische Zaken is dit niet in strijd met de wet. Er is namelijk geen sprake van een prijsafspraak tussen de maatschappijen, maar men volgt gewoon de prijzen van de marktleider, Shell dus. Er is een verschijnsel wat we noemen de marktleider. Eén oliemaatschappij die een groot deel van de markt heeft en de andere volgen. Maar die marktleider en ook die anderen, die reageren op de prijsontwikkeling op de wereldmarkt. Ze baseren zich dus op hetzelfde. En dan komen er automatisch gelijke prijsbewegingen uit op en neer. Nou, dat is dus helder. Er zijn geen prijsafspraken. Het onderzoek naar de benzineprijzen en afspraken daarover gebeurde naar aanleiding van klachten van Consumentencontact. We hebben in april 1989 vastgesteld dat toen de benzineprijzen werkelijk omhoog gierden. Dat ging vaak van week op week en altijd door op dezelfde dag en met hetzelfde aantal centen per maatschappij. Toen hebben we ook al vastgesteld dat er eigenlijk niet of nauwelijks concurrentie is en dat daar de consument dus de duidelijke nadelen van ondervindt. Uit het nu afgeronde onderzoek blijken geen illegale prijsafspraken, maar er is wel iets anders ontdekt. Bij het onderzoek is overigens wel gebleken dat in die gebieden waar concurrentie bestaat tussen oliemaatschappijen en wat we noemen de witte pompen, dat oliemaatschappijen steun geven aan de pompen die bij hen aangesloten zijn, om ze in die concurrentiestrijd een steuntje in de rug te geven, waardoor ze het natuurlijk langer kunnen volhouden. De grote oliemaatschappijen blijken steun te geven aan hun pomphouders zodra in de buurt een witte pomp de prijs wat laat zakken. Deze witte, merkloze pomphouders willen het dan wel laten om de prijzen te verlagen, want zij moeten als eenlingen opboksen tegen multinationals. En zo blijven de prijzen hoog, want echte concurrentie wordt niet toegestaan. Wij zijn hier anderhalf jaar geleden opgestart met dit tankstation hier in Rijssen. U weet, in de markt is het algemeen geaccepteerd dat vrije stations 1 à 2 cent onder de grote merken handelen. In Rijssen werd het helaas absoluut niet geaccepteerd. In het begin dan stoei je wat en je bent een beetje recalcitrant, dus we gingen er toch 1 à 2 cent onder zitten. De merken gingen gelijk ook naar beneden en er ging zo'n daling naar beneden, trad in werking, begrijpt u. Op een gegeven moment, er is sprake van concurrentie, geen slechte zaak, maar ja, dan slaan de merken hard toe. Zij lieten voor de LPG de prijs zakken naar 10 cent, waardoor wij gedwongen waren dat ook te doen. Maar wij hebben niet zoals de merken, zoals de Shell en de Esso, een maatschappij achter ons staan, zoals die handelaren die met die merken werken, die ons de marge garandeert. Wij moesten dus het verlies bijpassen, terwijl de plaatselijke handelaar die met Shell of Esso werkt, zijn marge aangevuld kreeg tot een acceptabel niveau. Marge bedoelt u de winst? Zijn winstmarge, ja, werd aangevuld door de maatschappij tot een redelijk niveau. Ja, wij werden dus eigenlijk met de rug tegen de muur gezet. Wij kunnen dat niet zo lang volhouden. Je wordt als het ware gedwongen om aan tafel te gaan zitten en met de heren weer te gaan praten, die op dat moment weer een enorm hoog prijsniveau voorstellen en je op dit manier toch een beetje met de rug tegen de muur zetten. Mm-hmm. Dus u zegt, u kunt op die manier eigenlijk niet goed concurreren met die merkmaatschappijen? Nou ja, zolang het om een paar centjes gaat, dan gaat het prima. Op het moment dat zij zeggen, wij accepteren dit niet, en zo werd het ook gesteld hoor. We werden op een gegeven moment zelfs opgebeld door iemand die zei, jullie moeten morgen weer naar dat en dat niveau gaan. Zo niet, dan gooien wij de prijs naar beneden naar 10 cent. Nou weten wij eigenlijk al dat we dat niet vol kunnen houden. En welke maatschappij was dat? Nou, ik weet niet of het tactvol is om dat op dit moment te stellen. Waarom niet? Dat was de BK. En de BK is best wel kok, is de dochter van de Shell. De broers Hogendijk zijn eigenaren van een tankstation, een merkloze witte pomp in Weerselo, Overijssel. Ze hebben regelmatig conflicten, zeg maar benzine- en LPG-oorlogen, met merkpompen in de buurt. Als de broers hun prijzen verlagen, duurt het maar even voor de andere stations volgen. Alleen, die worden dan financieel gesteund door hun maatschappijen. Oneerlijke concurrentie, zeggen de Hogendijks. Het wordt ons steeds moeilijker gemaakt om een prijsverschil te creëren. Terwijl ik toch overal ziet, in elke supermarkt, als er een potje pindakaas staat, zonder merk, is het toch zeker goedkoper als hetgene wat staat met merk. Dat is toch de logische zaak. Hoeveel zou u nou zeg maar lager kunnen zitten dan dit moment en toch nog een goede boterham verdienen? Normaal gesproken zouden wij lager kunnen gaan. Maar ja,
Voor een verstandig beleid is het dus niet aan te raden. Want de rest gaat ook in prijs omlaag en dan schiet u er nog niks mee op. Nee, we schieten er niks mee op. Zo gauw wij gaan verlagen, staat het binnen de kostenkeren ook de concurrent, grote maatschappij, staat ook op dezelfde prijs. We zijn net geweest bij Hoogendijk, het pompstation, de Vrije Pomp. Die zegt als hij zijn prijzen verlaagt, dan gaan hier bij de merkstations in de buurt ook onmiddellijk de prijzen omlaag. Hoe zit dat? Dat klopt. Kijk, als wij een bericht krijgen van de benzine op de dieselolie is wel wat goedkoper. Wat eraf gaat, er komt 3 cent bij of er gaat 3 cent af. Gaan wij de prijzen aanpassen of 3 cent eraf of 3 cent erbij. Maar waarom past u de prijzen aan als hij zijn prijzen verlaagt? Waarom doet u dat? Als hij zijn prijzen verlaagt? Ja. Nou, waarom niet? Kijk, hoe kan hij het presteren en zeggen, want ik heb een andere prijs als iemand anders. Mm-hmm. Kijk, als hij meer kan zakken, dan kunnen wij ook meer zakken. Maar u kunt alleen zakken, zegt hij, omdat u het vergoed krijgt van Shell. Nou, dat zou best kunnen. U krijgt het aangevuld? Nou, zou hij het niet aangevuld krijgen, nou, door zijn leverancier. Hij zegt van niet. Ja, heeft pech gehad. Ja, dat denk ik ook. Bij ons staat er gelukkig een vergoeding tegenover. U krijgt, als u in prijs zakt ten opzichte van de Witte Pomp, krijgt u dat vergoed van de Shell? Dan krijgen we gedeeltelijk vergoed van de Shell. Deze vergoedingen, nu ook gesignaleerd door de Economische Controledienst, zijn waarschijnlijk in strijd met de wet. Ik ben wel van plan om de Economische Controledienst te vragen daar een nader onderzoek naar in te stellen, want dat zou inderdaad in strijd kunnen zijn met de wet op de economische mededinging. Maar waarom nader onderzoek? Het is gebleken dat het gebeurt. Het is toch duidelijk dat het op die manier bijlappen van kortingen, dat het de concurrentie de kop indrukt, bijna onmogelijk maakt. Dan kunt u toch nu al maatregelen nemen? Ja, ik sta wel op het standpunt dat voordat de overheid maatregelen neemt, dat je heel precies moet weten wat er aan de hand is. Dit verschijnsel heeft de Economische Controledienst ontdekt bij dit onderzoek. Dit onderzoek was trouwens op iets anders gericht. Nou, voordat je dan zegt, ik ga maatregelen nemen, vind ik het uit oogpunt van zorgvuldigheid echt noodzakelijk om dat andere punt nog eens heel goed onderzoeken. Welke maatregelen zou u dan kunnen nemen? Nou, dan kun je als departement zeggen, dit soort dingen mogen niet. En dan heb je de Economische Controledienst weer achter de hand om te kijken of men zich eraan houdt. En dan doet men dat niet, dan kan men geverbaliseerd worden. Staatssecretaris Bukman van Economische Zaken. Bij de grote benzinemaatschappijen geeft men deze vorm van ondersteuning van die pomphouders volmondig toe. Maatschappijen zeggen in een reactie dat ze deze constructie juridisch hebben onderzocht en geen belemmering hebben gevonden. Men kan zich dan ook niet voorstellen dat het geven van financiële vergoedingen in strijd is met de wet. Het ministerie van Defensie wil het natuurgebied de Ginkelse Heide gaan gebruiken als militair oefenterrein. Ginkel is een van de 7 nieuwe locaties die de overheid als oefenterrein wil gaan inrichten. De Tweede Kamer zal erover binnenkort een besluit nemen. Maar of ze er alle 7 zullen komen is de vraag. De ontspanning tussen Oost en West en milieuoverwegingen zijn voor de Partij van de Arbeidsfractie in de Tweede Kamer argumenten om te pleiten voor vermindering van het aantal oefenterreinen en het maken van andere keuzes. Maar voorlopig gaat de bevolking van Ede ervan uit dat de militairen er zullen komen. Kijkt u naar een verslag van Kees Kolenbrander. Dit is een hele speciale plek voor mij. Ik ben hier als klein jochie, kwam ik hier al. Ik heb hier als klein jochie altijd al rondgezworven. Dit gaat me gewoon aan het hart. Ik vind het een slechte keus. We hebben ruimte genoeg in Noord-Frankrijk. Waar ze het graag doen, laten ze daarheen sturen. Ja. Dan hebben ze nog een uitje ook, die jongens. Gun ik ze graag. Heren, tot ziens. Op en rond de Ginkelse Heide wil het ministerie van Defensie een oefenterrein van 1000 hectare. Dat compagnieoefenterrein moet 48 weken per jaar gebruikt gaan worden. 5 dagen per week zal hier dag en nacht geoefend worden door tanks, jeeps, vrachtwagens en manschappen. Voor al dat rollend materieel is veel ruimte nodig. In de eerste plaats zou het betekenen dat een deelgebied van die 1000 hectare, 300 hectare, bosgebied volledig zou verdwijnen. En als je dat eens vergelijkt met Amelisweerd, nou, dus misschien 10 hectare geweest, dan is het een opoffering van bosgebied wat zo'n 30 keer zo groot is als dat wat met Amelisweerd is gebeurd. Het zijn niet alleen de bomen die het moeten ontgelden. Voor het maken van tankpaden moet de grond worden omgeploegd, waardoor het grondwater verontreinigd kan worden door olie en benzine.
De Veluwe is een belangrijk toeristisch gebied. Door de komst van het militair oefenterrein schat de VVV Ede dat er honderden banen in die toeristische sector verloren zullen gaan. Het ergst worden echter de omwonenden getroffen. Want de Ginkel ligt pal tegen verschillende woonkernen. Ede is daarvan de belangrijkste. Een groot deel van de gemeente wordt nu al gevuld met oefenterreinen en kazernes. De mogelijke promotie van de Ginkel tot militair terrein is voor de omwonenden de druppel die de emmer doet overlopen. Ik ben beroepsmilitair geweest. Ik heb daar gezeten. Maar wat ze daar willen gaan doen met een COT, dat vind ik gewoon misdadig. Dat is gewoon weg een aantasting van die hele natuur, zeg. 12 startbanen zo links en rechts. En dan tienduizenden bomen gaan rooien. Dat vind ik toch wel een beetje bar en boos. We wonen hier zalig. En het is nu al in de zomer, als dus die helikopters hier overheen komen van Delen. Dan is het al een heleboel lawaai. Dan kunnen we met de buren kunnen we elkaar niet eens zien de mond bewegen. Maar verder kun je elkaar niet verstaan. Maar dat wordt dan natuurlijk veel erger. Plus dat je s'nachts natuurlijk geen rust krijgt. De oefeningen gaan ze altijd s'nachts door, hè? Nou, het zou een ramp zijn, volgens mij. Ik heb hele slechte herinneringen aan de vorige oorlog. Die heb ik dus van heel nabij meegemaakt. En dat ligt me nog te vers in het geheugen, eigenlijk. Ik denk dat je dan ook die toestanden gaat krijgen. Van vliegtuigen laag over en... ja. En die geluiden die dat allemaal met zich meebrengt. Ik denk dat dat niet tegen kan. Jaarlijks worden op de Ginkelse Heide de slachtoffers herdacht van de slag om Arnhem. In september 1944 landden hier geallieerde parachutisten. Velen vonden hier toen de dood. Het is dus een plek met militaire historie. Maar nu is het een gebied waar mensen vooral de rust zoeken. Maar er is nog een ander aspect en ik denk dat dat minstens zo belangrijk is. Gemeente Ede heeft op dit moment zo'n 93.000 inwoners. 20.000 inwoners aan de oostkant van onze gemeente. Die gaan rechtstreeks te maken krijgen met dat COT. Maar niet alleen die inwoners. Als u die kant uitkijkt, dan ziet u de gemeente Renkum, Oosterbeek, Wolfezen. Ook dat soort plaatsen, inwoners daar, gaan rechtstreeks te maken krijgen met het schietlawaai in dit gebied. En je mag zeggen, en ik denk dat dat ook een belangrijk feit is, dat er nog in het hele structuurschema militaire terreinen, dus het beleidsstuk van de regering, geen enkel oefenterrein van deze omvang zo dicht bij een grote bevolkingsconcentratie is gepland. Wat vindt u van dit hele plan? Ik vind het waanzin. Uit een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam blijkt dat de komst van het compagniesoefenterrein een ramp zou zijn voor de fauna. Reeën en wettelijk beschermde diersoorten als de das en de boommarter zouden hier dan in korte tijd verdwijnen. Ook de schaapherder zal met zijn kudde moeten vertrekken. Ze hebben erover gepraat dat die kudde weg moest. Maar dat weet ik ook niet, hoor. Daar is over gepraat. Nou, dat zou toch niet leuk zijn voor u? Nee, maar ja, ik moet nog 2,5 jaar mee. Ze maken mij ook in het vet jagen, dat scheelt mij niks meer. Ik ben wel zover ik al 15 jaar gewerkt, dat kan voor mij gemak wel, hoor. Snap je het nou? Dat is hier van het oefenrijden. Nee, dat snap ik niet. En vooral deze tijd niet. Het is overal wat het rustiger. En dan om dan hier nog weer een extra terrein te pakken. Terwijl ze heel Gelderland al te pakken hebben. Ik vind het onzin. Dan laten ze maar aan zijn dag een oefenrein willen hebben. Dan maar naar een andere plaats. Wij hebben militair genoeg hier. Provincie, gemeente en actiegroep protesteren al jaren tegen de plannen van het ministerie van Defensie. Binnenkort moet de Tweede Kamer een beslissing nemen over de 7 mogelijke locaties voor militaire oefenterreinen. En dus ook over de Ginkelse Heide. Wat zouden de doorslaggevende motieven moeten zijn voor de keuze voor die Ginkelse Heide? Er is momenteel sprake van een hele sterke ontspanningssituatie. Je mag aannemen dat het op korte termijn leidt tot een verminderde omvang van het defensieapparaat. Dus dat zal ook extra mogelijkheden bieden om de omvang van het aantal oefenterreinen terug te brengen. Als ik dan kijk naar het milieu, dan heb je daar nu nog meer mogelijkheden, denk ik, om zaken rondom geluid, de bodem, ook de hele treinstructuur, de natuursituatie. En wat betreft ook waar ligt de bebouwing, om hopelijk een betere en goede keuze te maken. Deze uitspraak lijkt perspectieven te bieden voor de Edenaren. Toch blijven ze argwanend over de plannen van het ministerie van Defensie. Vandaar ook dat de actiegroep is opgericht.
Uit eigen onderzoek van de Vereniging Verontruste Edenaren blijkt dat 200.000 mensen die rond de Ginkelse Heide wonen ernstige overlast zullen krijgen van het oefenterrein. Het punt is, dit terrein, deze milieuramp, had men nooit zo dicht bij Ede mogen ontwikkelen. Men had direct al, Defensie had meteen al moeten zeggen, nou dit kunnen wij niet doen. Je zit hier pal tegen een woonwijk aan, je zit aan de andere kant vlak tegen Wolfheze aan, vlak tegen een psychiatrische inrichting aan. Dit had nooit gemogen. En daar had hij zelfs niet over mogen denken. We gaan naar de Verenigde Staten. In een aantal staten van Amerika bestaat de doodstraf nog steeds. Rechters in die staten houden bij het uitspreken van de doodstraf geen rekening met de leeftijd van de veroordeelde. En dus zitten enkele zeer jeugdige misdadigers te wachten op hun executie. In de staat Oklahoma zitten 134 veroordeelden in de dodencel. Een van hen is John Richard Sellers. Hij is 17 jaar. Into the room, and I had father's 44 revolver, and I picked it up, and I aimed it at my father's head, and I squeezed the trigger, and then I immediately lifted it up and squeezed the trigger again at my mother. She lifted her head up, and I fired again, 3 shots, and then it was over. I took a shower, and it kind of woke me up, and I went back in the room, turned on the lights, and I looked down at my mom and dad. And I remember there was blood pouring out of the bed, and I remember laughing, just hysterically giggling, like some demented character in some movie, you know, some horror movie or something. And at that moment, I felt like a great burden had been lifted off my shoulders, like I was free or something. It's very hard to put things into words because there was an overwhelming sensation of evil in that room right then. And if you've never felt it, if you've never experienced that, words can't really describe it. But it's a thrill, it's a chill, it's just a complete hatred of all that is good. And that's what I felt at that moment. John Richard Sellers had aan een vriend verteld welk misdrijf hij had begaan. Hij had erbij gezegd, als ze me arresteren, doe ik net of ik gek ben. Tijdens het hele proces, 2 jaar geleden, heeft Sellers volgehouden dat hij door de duivel was bezeten. De duivel aan wie hij zijn ziel had verkocht. Zijn ouders waren truckers en hij werd al heel jong aan zijn lot overgelaten. Volgens zijn leraren was hij een rustige jongen die goed leerde. Op een dag, de politie ontdekte het pas na de moord op zijn ouders, 6 maanden later, heeft Sellers de beheerder van een snackbar gedood met meerdere kogels in de rug. Zomaar, zonder aanleiding. Op bevel van de duivel, zoals hij zelf zegt. Volgens de aanklager heeft hij het gedaan om zich te doen gelden. Hij was toen net 16. De jury had maar 10 minuten nodig om vast te stellen dat hij schuldig was. En minder dan 1 uur om hem ter dood te veroordelen. De defendant John Richard Sellers, guilty of murder in the first degree, fixed his punishment at death. Oklahoma, land van de cowboys en tegenwoordig het mekka van de rodeo. Oklahoma was jarenlang in het bezit van het zwarte goud, olie. Maar nu heerst er een crisis. Oklahoma kent een depressie en dat werkt door op zijn inwoners. Na een autorit van 3 uur naar het westen, door een monotoon landschap, komen we bij de staatsgevangenis van McAllister. Hier zijn de 134 ter dood veroordeelden van Oklahoma ondergebracht. Onder hen ook de jongste, John Richard Sellers. Hij was nog geen 17 toen hij voor het eerst het hek van deze gevangenis doorging.
when I got here, they gave me some clothes that didn't fit and put handcuffs back on me. And I walked down the road. People were whistling and cheering and saying, I want to sell with that one, you know, and things like that. And so I said, well, I guess this will just be home for a while. I'm 17 years old. My life's ended. That's it. I came to death row with the intent of dying. I had no family, had no friends. I had nothing. Do you think you deserve what's happening to you now? I think so. I mean, I don't want to die, and I really hope for a chance at another life, you know, a chance to prove that I'm not the same person that I was, that I've changed. But in regards to what is just and what is right and what is wrong and stuff like that, you know, right now, you know, you commit crimes, you get put in prison. That's what happens. So I'm not complaining about it. I think it's pretty much fair. If worst comes to the worst, if